Ik heb cerebrale parese. En dat houdt in dat mijn hersenen mijn spieren niet goed aansturen. En dat betekent eigenlijk dat ik minder goed kan lopen. Dat mijn balans minder is. Eigenlijk heeft sport mij geholpen om die achterstand om te buigen, om het zo maar te zeggen. Sport heeft mij qua functioneren sterker gemaakt, zelfvertrouwen gebracht. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik de persoon ben die ik nu ben. En het heeft mij eigenlijk ook kansen gegeven op maatschappelijk gebied, maar ook op elk gebied. In wezen moet iedereen onbeperkt met zijn beperking kunnen omgaan. En dat bepaalt ook een omgeving. Heeft ook heel vaak te maken met geld, helaas. Maar dat is eigenlijk het streven. Als iemand aan mij bijvoorbeeld vraagt, wat kan jij niet? Ja, dan zeg ik altijd, er is niets wat ik niet kan. Ik kan alles, alleen dan doe ik het op een andere manier. Ik beoefen zitskiën, handbiken, obstacleruns, lange afstandrollen, crossfit en boksen. Ja, Pim is natuurlijk wat dat betreft een beetje de top, maar is eigenlijk wel voor iedereen mogelijk. Pim is ook ooit eens begonnen met een driewielertje en je ziet waar hij nu gekomen is. Het begint met wandelen, het begint met elkaar zijn, het begint met elkaar sporten. En dat maakt niet uit wat het is, als je maar begint. Met sport laat je zien wat je wel kan. Iemand die zelfvertrouwen krijgt en die positiever er in het leven staat, krijgt uiteindelijk ook maatschappelijk kansen. En tuurlijk is het niet altijd makkelijk, maar ik denk als je daarop gaat focussen, dat je het voor jezelf alleen maar moeilijker maakt. En ik vind dat je altijd moet focussen op het positieve. Als je dat doet, dan is ook het onmogelijke mogelijk.